In de Rijksmunt, Nederlands geldfabriek in Utrecht, is men sinds enige tijd bezig met de aanmaak van nieuwe zilveren guldens. De nieuwe gulden met de beeltenis van koningin Juliana werd ontworpen door professor Wenckebach. In de graveerafdeling wordt het bronzen model van dit ontwerp afgewerkt voordat het in de reduceermachine gaat. Deze machine tast het beeld af en brengt het verkleind over op een stalen stempel dat de ware grootte van de nieuwe gulden heeft. De reductie levert een positief stempel op, waarvan later het negatief stempel wordt geperst dat nodig is voor het slaan van de munten. In het smelthuis wordt de grondstof voor de nieuwe munt bij een hitte van 1100 graden in ijzeren gietvormen tot staven gegoten. De nieuwe gulden heeft hetzelfde zilvergehalte als de oude. De legering bevat namelijk 72% zilver en 28% koper. De staven moeten vele keren gewalst worden voordat ze de juiste dikte bereikt hebben. Dat wil zeggen de dikte van een gulden. Vervolgens komen ze in de ponsmachine, die de muntplaatjes op hun juiste grootte uitstanst. De muntplaatjes zijn als gevolg van gloeien en oxidatie nog zwart en moeten nu het bad, of beter gezegd de ton, in. In draaiende tonnen wordt het materiaal tot 100.000 gulden tegelijk behandeld met verdund zwavelzuur, waardoor de echte zilverkleur weer terugkeert. Blank en schoon verlaten de plaatjes met emmers vol de badinrichting. Het belangrijkste uur van het proces is dan aangebroken. In lange rijen staan de muntpersen opgesteld die de gladde plaatjes tot nieuwe gulden stempelen. Zo vervaardigt de munt in Utrecht 100 miljoen guldens. Klinkende munt die een klinkend bewijs levert dat het geldwezen van ons land weer gezond is.